Deze aanvoerdersband reiken we uit aan Rotterdammers die zich inzetten om iedereen een kans te geven te sporten. Een zogenaamde inclusieve sportsamenleving. Nou, Fred Roosendaal die zet zich al een leven lang in voor de paardensport. Maar vindt het ook belangrijk dat kinderen die niet zo snel in aanraking komen met deze sport ook leren kennismaken met de paarden. Hij weet dat we komen, maar hij heeft geen idee waarom. Wat er hier achter jou gebeurt, dat is eigenlijk jouw leven. Je zet je in voor werken als een paard, die stichting. Kun je eens kort schetsen wat je daar precies doet? Leven is veel gezegd, hè? Maar ik ben er fors mee bezig. Werken als een paard is een project van de stichting Trustfonds Hippische Alliantie. En wij, grof gezegd, proberen kinderen die in Rotterdam een steuntje in de rug nodig hebben te helpen. En daarin kijken we naar verschillende doelgroepen. Heel bijzonder. En dat is niet omdat ik dit nu toevallig hoor, maar we hebben jou hier naartoe gehaald om in wat min of meer je tweede huis is dit verhaal te vertellen. En we hadden je ook gezegd om iets te zeggen over de samenwerking met Rotterdam Sport Support. Ja. Allemaal onzin. Ja, allemaal onzin niet, hè? Ja, het is wel onzin. Want? Daarvoor hebben we je hier niet naartoe gehaald. Ja, nou, kijk eens aan. We hebben je onder valse voorwenselen hier naartoe gehaald. Nou, lekker is dat. Omdat, hoe jij je inzet en hoe jij je dus verzorgt dat kinderen die normaal gesproken niet zo snel in aanraking komen met bijvoorbeeld de sport of op allerlei andere manieren zich kunnen ontplooien, jij je daar zo voor inzet, is Gert-Jan Lammers nu van Rotterdam Sport Support om jou te onderscheiden als aanvoerder van Rotterdam. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, jij bent een verbinder, Pusang. En hoe jij de paardensport en de wereld daarachter inzet om mensen waar het niet als vanzelfsprekend goed mee gaat een duwtje de goede richting in te geven. Dat vraagt volharding, kan ik me zo voorstellen, omdat dat niet werelden zijn die je per definitie aan elkaar knoopt. Dat is waar. Het vraagt ook lef en doorzettingsvermogen en jij hebt alles in je. En dat is ook wat een aanvoerder nodig heeft. Dus als er één aanvoerder van Rotterdam is en deze band verdient, ben jij dat.